De nieuwe regels hebben nogal wat consequenties voor jongeren die hun motorrijbewijs willen halen. Neem bijvoorbeeld Gilles, 18 jaar, afkomstig uit Oosterland en hij doet nog gauw examen in de oude situatie. In deze oude situatie moet ik 3 examens doen. Theorie-examen, voertuigbeheersing en op de weg. En na 2 jaar gaat het automatisch over naar een zwaar rijbewijs voor een zware motor. Maar die regel gaat vanaf 19 januari veranderen. Dan gaat het als volgt. Op je 18e doe je naast je theorie en je voertuigbeheersing een praktijkexamen voor een lichte motor. Na 2 jaar rijervaring doe je nog een keer praktijkexamen en dan mag je op een middelzware motor rijden. En vervolgens weer na 2 jaar doe je nog een keer praktijkexamen en dan mag je op een zware motor rijden. Rijscholen hebben het dankzij de nieuwe regels drukker dan normaal. Net als Gilles proberen veel jonge mensen nog voor 19 januari hun motorrijbewijs te halen. Anders kost het ze bakken met geld. Mijn inschatting is dat hij aan examen en extra lesgeld ongeveer €1000 lichter is. Kassa voor u? Kassa voor ons, voor die kandidaten. Maar er zullen er ongetwijfeld veel minder op de weg komen dan dat er tot nu toe kwamen. De rijschoolhouder verwacht namelijk dat de meeste jongeren wachten totdat ze 24 zijn. Vanaf die leeftijd mogen ze straks direct examen doen voor het zware motorrijbewijs. Ik denk dat het ook in het aantal slachtoffers behoorlijk gaat schelen. Want deze leeftijdscategorie, dus tussen de 18 en 24, is in verhouding 2 keer zoveel bij ongevallen betrokken dan een andere leeftijdscategorie. Gilles gaat op 15 januari examen doen. Mocht hij niet slagen, dan is hij die pineut. Ja, dan wel ja. Dan heb ik geen kans meer om voor de 19e examen te doen. Ga je het halen? Ja, zeker.